Hoe weet je nou wanneer iets een hoofdzaak is of een bestanddeel? Van beide geeft de wet een definitie. Een bestanddeel, dat is het belangrijkste. Een bestanddeel is bestanddeel omdat de verkeersopvattingen dat zeggen. Dat is de belangrijkste regel. Daarnaast zijn ook bestanddeel objecten die zozeer aan een ander object verbonden zijn, aan een hoofdzaak verbonden zijn, dat ze niet meer losgemaakt kunnen worden zonder het bestanddeel, hetzij die hoofdzaak, te beschadigen. Ook dan is sprake van een bestanddeel. En de wettelijke definitie van hoofdzaak houdt in dat iets hoofdzaak is wanneer dat object veel duurder is dan de andere objecten. Of wanneer alweer de verkeersopvattingen dat zeggen. Waarom is het eigenlijk van belang om een hoofdzaak te onderscheiden van een bestanddeel? In welke gevallen? Ja, het belang schuilt in de eigendomsvraag. Wanneer iemand een zaak verkrijgt, dan wordt hij ook eigenaar van de bestanddelen van die zaak. Het mooiste voorbeeld vind ik, wanneer je schoenen koopt in een schoenenwinkel en bij passen zaten er veters in die schoenen, dan mag je ervan uitgaan dat die veters bestanddeel zijn van die schoenen en dan behoren die dus aan jou meegeleverd te worden. Wat als het niet mogelijk is om een hoofdzaak aan te wijzen? Wanneer er geen hoofdzaak is of wanneer die niet kan worden aangewezen, dan zal sprake moeten zijn van twee gelijkwaardige zaken en daarvan zijn de afzonderlijke eigenaren dan mede-eigenaar. Dus wanneer twee stukken buis aan elkaar worden verbonden met lijm of door lassen, dan zal dat collectief van eigenaren mede-eigenaar worden van de nieuwe, langere buis. En wat is dan het verschil tussen zaaksvorming en vermenging? Het essentiële onderscheid tussen zaaksvorming en vermenging zit hem in de vraag of er een echt nieuwe zaak is ontstaan. In het geval van zaaksvorming is dat vereist. Dus je spreekt alleen maar van zaaksvorming wanneer er een echt nieuwe zaak is ontstaan. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het geval dat een chef-kok ingrediënten gebruikt om een culinair hoogstandje te maken. En dan is er een echt nieuwe zaak ontstaan, we noemen dat een novum. En daarvoor gelden afwijkende eigendomsregels, want de gewone regels in geval van vermenging, wanneer dus iemand met minder culinair talent ingrediënten gebruikt om een soep te maken, daar treedt niet meer dan vermenging op. En daar geldt als hoofdregel dat de eigenaren van de ingrediënten ook mede-eigenaar worden van het nieuwe gerecht, de nieuwe soep. En is deze regel voor de praktijk van belang? Ja, het belang van dit onderwerp schuilt vooral in de industriële fabricage. Dan moet je denken aan een geval dat een fabrikant van tv's onderdelen inkoopt. Die worden dan standaard geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wanneer die fabrikant die onderdelen gebruikt in het fabricageproces, dus assembleert tot een tv, dan wordt hij door zaaksvorming eigenaar van die tv's. En dan is dat eigendomsvoorbehoud dus vervallen.